moet hij op slot? Nee. Ik heb wel echt een hele goede band met mijn vader. Zowel op als echt vader-zoon, maar ook echt, we zijn ook wel echt vrienden. Goedemorgen. Zijn doorzettingsvermogen, daar ben ik heel trots op. Als ik beelden van vroeger zie hoe hij uit begonnen is, dat hij echt voor lege gymzaaltjes heeft gestaan, maar toch door willen gaan, denk ik, ja, dat heeft hij toch wel voor elkaar gekregen. S'avonds stolde je van slaap je bed in. Half 7 was je wakker door het licht. Boekje met de ijskop in het bed, dat was een boot. Nooit eens bange dagen, nog niet denken aan de dood. Gaaf, hè? Dat is toch ontroerend? Ja, we waren... Nee, ik was 17, 18. 18, denk ik hier. Dat is toch geweldig? Joep ja. Schreef de teksten. Joep schreef de teksten, ja. Ja. Iedereen heeft dat al wel eens, dat je van jezelf afvraagt... wanneer was nou jouw absolute leeftijd? Ja, als ik denk toch deze. Toch weer deze. Omdat alles er al is. Dat alles er al is. En omdat je het eigenlijk moet het altijd zo blijven. Maar ja. Mooi zou het zijn. Zou mooi zijn. Ja. Ja, hij werkt heel hard. Hij werkt heel erg hard. Hij zit gewoon, hij is altijd, maar hij is ook eigenlijk altijd aan het werken. Dus op het moment dat we gewoon... iets aan doen zijn. Je ziet hem ook constant denken en het soort machine bijna soms. Het is gewoon, hij is nooit niet aan het werk. Hij is altijd aan het werk. Ook als hij niet zit te tikken. Hij zit een groot deel van de dag zit hij te tikken. Voor hem is schrijven ademen. Ook als wij vroeger ruzie hadden of zo, dan kon hij het soms niet tegen mij zeggen, maar dan ging hij naar mij typen. Ging een brief naar mij schrijven.